Als er geen vragen zijn, dan gaan we het de derde vak afsluiten. En de vierde vak, dat is heel kort. Het is de biografie van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En volgende week gaan we door met het vak, inshallah ta'ala. Hoe lang is de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gebleven in Mekka? Voordat hij ging emigreren naar Al-Medina. Hoe lang was dat, de beste mens? 3 jaar, 13 jaar? Sorry, wat was de vraag? Ja, hoe lang verbleef de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Mekka voordat hij ging emigreren? 13 jaar. 13 jaar. Vervolgens en emigreerde de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naar Al-Medina. Het eerste jaar hebben wij behandeld. En zo ook het tweede jaar hebben wij behandeld. En we zijn gekomen bij het derde jaar. Gewoon in het derde jaar, beste aanwezigen en luisteraars. En het was een belangrijke gebeurtenis. Een gebeurtenis yani, dat de gelovigen yani, zwaar heeft beproefd. En jullie weten. Yani de veldslag van Al-Badr heeft zich yani, in het tweede jaar plaatsgevonden. Een veldslag die de moslims hebben gewonnen. En de afgodienaren, yani, die konden daar natuurlijk niet mee leven. En die hadden zich in het derde jaar, yani, zeg, yani, goed voorbereid. Zo goed voorbereid, yani, om de oorlog tegen de moslims, yani, hoe dan ook, te winnen. Er waren heel veel mensen die zich hadden aangemeld bij de afgodienaren. Er waren heel wat ruiters. Er is heel veel gespendeerd. Aan de defensie, om zo te zeggen, van de afgodienaren. En ze waren yani, met 3000 man. 3000 man richting Al-Medina. En totdat ze aankwamen yani, bij de berg Al-Uhud. En de bekende berg in Al-Medina. Een hele grote berg voor degenen die daar zijn geweest. En er zijn een aantal verhalen over deze berg. Bijvoorbeeld ook al zal je uitgeven yani in zwaard van goud, yani zo zwaar als de berg van Uhud, yani dan zal je niet de gradatie bereiken van de metgezellen. Ze kwamen aan bij Uhud, Jabal Uhud, de berg van Uhud. En de moslims, yani, die hadden daar ook een kamp opgeslagen. En ze waren met 1000 man. En hun kamp yani, was als het ware yani, achter hun was de berg Uhud. Aan hun linkerzijde was Jabal Rumat. Dat was een kleine berg waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani zijn metgezel 50 hoe zeg je dat? Yani, degene die pijlen boog schieten. Yani, 50 van hun waren op dat bergje. En zij moesten natuurlijk de rug dekken van
Van de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen. Zodat ze niet konden aanvallen, yani, van achteren. Dus ze moesten wel, afgodinaar had geen keuze om de aanval in te zetten van voor. En dat was natuurlijk heel een belangrijke tactiek, want ze waren met veel minder. Want het was 1000 en vervolgens werden het 700. Nadat Abdullah ibn Ubay yani deze hypocriet yani, terugging naar Medina met 300 man. En Allah subhanahu wa ta'ala yani, kan niet yani, altijd de moslims doen overwinnen in elke slagveld. يعني dit is يعني سنة الله سبحانه وتعالى في يعني في 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 الكون. Oftewel dit is de levensnorm bij Allah سبحانه وتعالى يعني naar zijn dienaren toe, naar zijn boodschappers, zijn dienaar. يعني om daarmee de gelovigen يعني te beproeven om een onderscheid te maken tussen de ware strijders en niet de ware strijders. Dus het was een ware beproeving voor de moslims. 700 man uiteindelijk tegen 3000 man. Alsof je zegt van 1 tegen 4 man. Dus het was zeer zeker een grote beproeving voor de moslims. Ga voordat het slagveld begon. Zei Talha van de afgodienaren. Deze persoon was bekend dat hij sterk was, dat hij echt iemand is die durft. Van hij dacht er eerst iemand uit van wie durft yani, het gevecht met mij aan. En toen kwam Zubair ibn Awam en zei van ik zal tegen jou vechten. En toen begon het gevecht. Het was een zware gevecht, alhamdulillah, yani, Zubayr ibn Awam yani, heeft het gevecht gewonnen. En toen begon het slagveld. En de moslims yani, waren zo gedreven. En ze vochten yani, als helden. En sommigen die het gingen aanschouwen, zeiden ook van dit zo'n gevecht yani, hebben wij nooit gezien. Dat er echt personen waren onder de metgezellen yani, die in de lijn yani, naar de achterste vijand gingen. Yani, elke persoon die hij tegenkwam, sloeg hij neer. En doodde hem. Yani, in één keer een aantal mannen. 2, 3, 4 en door, totdat hij dood ging. Hij ging maar door. En de moslims begonnen ook te winnen. Het slagveld was in principe gewonnen. En de metgezellen waren ook bezig om yani, buit in te slaan. Van de afgodinaren yani, vluchten, ze lieten hun bagage achter. Toen de pijl- en boogschieters dat zagen. Yani, zeiden van yani, de buit. En yani, maar ze hadden de opdracht gekregen van de profeet sallallahu alaihi wasallam yani, in welke toestand dan ook yani, hou je vast yani, aan het bevel van jullie leider Abdullah ibn Zubayr yani, blijf op de berg, blijf op de Jabal Rumat. Deze berg moeten jullie blijven ongeacht de situatie. Maar toen ze dat zagen, dat de metgezellen had gewonnen, de afgodinaren die vluchtten weg en buit werd tot zich genomen, yani, gingen ze neerdalen. En Abdullah ibn Zubayr yani, had ze gewaarschuwd van keer terug, we zijn bevolen om te blijven. Maar ze gaven geen gehoor en hij bleef daar met enkele personen achter. Toen
يعني سيف الله دات زخ بيس سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه بات دار مسلم maar het was bekend dat hij echt inzichten had. Hij probeerde al een aantal keren om door de vuurlinie te komen, om zo de moslims van achter te kunnen aanvallen. Yani, het was hem niet gelukt. Maar toen hij zag dat de pijlenboogschieters naar beneden zijn gegaan, ja, toen durfde hij wel door de vuurlinie heen te gaan. En toen ging hij richting Jabr Romet. Heeft ze allemaal, de enkelingen die daar overbleven, die zijn gewoon doodgemaakt. En toen werden de moslims van achteren aangevallen. Dat was op een onverwachte manier. De moslims hadden dat niet verwacht. Want ze dachten dat hun ruggen werden gedekt. En een na de ander werd gedood onder moslims. En toen de moslims dat ineens zagen, dat er heel veel doden vielen onder hun. Die riep de profeet sallallahu alaihi wasallam, want hij was op een gegeven moment, stond hij er alleen voor met enkele metgezellen. En dan moet je voorstellen, 3000 man tegen 700 man. De moslims die verdwijnen in zo'n slagveld. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam zei van, de metgezellen riep van, verzamelen jullie weer. Kom tot mij. De afgodinaren hoort dat en ze gingen richting de profeet sallallahu alaihi wasallam. En er waren ongeveer 7 metgezellen bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. Eén voor één gingen ze de profeet sallallahu alaihi wasallam beschermen. En ze kwamen allemaal te overlijden. En toen kwamen andere metgezellen. Ook een stuk of 10. En telkens ging één voor één de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala, de afgodinaren, probeerden weg te houden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Elke keer ging iemand en hij ging dood. Telkens probeerden ze de profeet sallallahu alaihi wasallam te beschermen. En offerden hunzelf op voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. De moslims probeerden zich te verzamelen, te groeperen. Maar het was zo'n chaos, dat ze het niet meer zagen. En dat ze zelfs per ongeluk, soms hun eigen metgezel, hadden gedood. Zoals de vader van Hudayb al-Yamani, is gedood in deze slagveld. Door een metgezel. Het was zo'n chaos, dachten van, ze konden het niet onderscheiden tussen hun partners en hun vijanden. En in zo'n chaos werd het. Er waren momenten dat de profeet sallallahu alaihi wasallam er alleen voor stond. Hij werd beschoten, zelfs met stenen. En zijn gezicht raakte verwond. Zijn kiezen waren gebroken. En het ging heel heftig. Bloeden. En het bleef ook bloeden ook later na het slagveld. Yani bleef het maar bloeden, wou niet stoppen. En dat Fatima radiallahu anha, zijn dochter, iets met vuur had aangestoken om het bloeden te doen stoppen. En zo erg was de profeet sallallahu alaihi wasallam verwond. En iedereen dekte de profeet sallallahu alaihi wasallam. En ze wisten dat ze hoogstwaarschijnlijk dood gingen. Want er werden pijlen afgevuurd. En ze bleven staan totdat ze neervielen. En iedereen deed dat vrijwillig. En liever ik, zei de metgezellen, dan u, o profeet. Totdat er een duivel riep van Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gedood. Hij is dood. Toen ze dat hoorden, was de moed bij de moslims helemaal afgezwakt. Sommigen vluchtten weg, sommigen gaven zich over, sommigen. In ieder geval, het was zo'n chaos.
Het was zo'n. Het was een ellende, het was zo'n vernedering. En ze zag het helemaal niet meer zitten. Ja, de moed was er helemaal uit. Totdat enkele, yani, de moed weer in ging praten. En ze ook wisten dat de profeet sallallahu alaihi wasallam het had overleefd. En zo zie je yani, het belang yani, om de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam altijd te gehoorzamen. En wat voor invloed, impact het kan hebben op de gehele gemeenschap, moslimgemeenschap, als enkele ongehoorzaam zijn aan hun leider. En als we kijken om ons heen naar de moslimleiders en hun gemeenschap, yani dan zie je zoveel tegenstanders. En in elk land waar je ook bent. En als je zoveel tegenstanders hebt, yani, hoe kan je eenheid vormen? En als je geen eenheid kan vormen, sta je nooit sterk. En daarom proberen de vijanden altijd chaos te veroorzaken, yani, in een land. Altijd dat er altijd een oppositie is. Die ze altijd kunnen gebruiken wanneer ze een land kapot willen maken van binnen. En dat is er niet, dat dient er niet te zijn in een moslim land. Gewoon één gemeenschap, één leider. Gewoon gehoorzamen, zolang het niet indruist met islamische regels en wetgevingen, dan die je geen gehoor te geven, maar een oorsprong. Is de gehoorzaamheid aan zo'n leider. Zolang hij niet yani, jou het slechte, het kwade verbiedt. Of datgene wat indruist met de islamische regel en wetgeving. Dan dien je geen gehoor te geven. Yani, vele metgezellen kwamen te overlijden. Het slagveld van Uhud. Waaronder de oom van de profeet sallallahu alaihi wasallam, Hamza. Die heel geliefd was bij zowel de profeet sallallahu alaihi wasallam en bij de metgezellen. Ze vergeten niet yani, wat hij voor hun heeft betekend. Als het gaat om het innerlijke, dat de moslims toen ze in Mekka waren, dat ze weer moed hadden om te kunnen. Zeggen dat ze moslim zijn of het in het openbaar te kunnen aanbidden. Van Hamza radiallahu anhu, kwam als martelaar te overlijden. Jullie kennen het verhaal van de man die is ingehuurd om de profeet sallallahu alaihi wasallam te doden. En zijn opdracht was slechts yani, om de profeet sallam te doden. Om Hamza te doden. Totdat hij yani, zijn kans zag. En gelijk grijpte en gooide naar Hamza radiallahu anhu. Yani, en kwam te overlijden. Hij probeerde Hamza radiallahu anhu yani, om richting deze persoon te lopen. En hij zei ook later van, yani toen ik dat zag, dat hij mij kant op liep, yani ik bleef verstijfd staan, ik kon niet bewegen. Yani zoveel angst had ik voor hem. Yani, en als hij mij zou bereiken, dan zou hij mij gewoon kunnen doden. En hij was helemaal stijf van de angst die hij had voor Hamza. Maar Hamza radiallahu anhu. Ja, en ik kwam op een gegeven moment viel hij neer en kwam te overlijden. En zo zijn er vele metgezellen ja, die op deze dag overleden, doodgaan. Het waren 70 metgezellen die kwamen te doden. Vanwege enkelingen van de pijlenboogschieters die
niet gehoor wou geven aan het bevel van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nee. Dat was de metgezel Talha. Dat was de metgezel Talha. En hij beschermde de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was ook eigenlijk de eerste die zich wou opofferen. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam alleen was en enkele metgezellen. Zonder alleen voor op het slagveld. Toen was hij die ging opstaan om de profeet om te beschermen. Om al die de zwaarden, de pijlen yani op te vangen. En toen zei hij van jij niet. Toen, totdat alle metgezellen kwamen te overlijden. En toen stond hij op. En hij kreeg ook overal steken, pijlen. En hij maakte een geluid van zo'n geluid, soortgelijk geluid. Dat hij dus liet merken dat hij pijn had. En toen zei het profeet sallallahu alayhi wa sallam, als je nou bismillah had gezegd, dan hadden de engelen jou opgeheven en iedereen zou dat zien. Dan zou iedereen dat hebben gezien. Bismillah. Kan dat er riwayat zijn met andere. In ieder geval dat je dus zikr hebt gedaan. Bismillah of andere benaming. Nee. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hij werd boodschapper op zijn 40ste. Toen pas begon hij, werd hij een profeet. Dus het kan niet zijn dat hij 16 was. Dus dat was veel later. En dus 40, dan moet je 13 jaar erbij optellen, dat was in Mekka. Hoe oud is hij nu? De profeet sallam. Ja, hij was toen 53. Tel 3 jaar erbij. Ja, 56. Nou. Want dit is dus op het algemeen in het kort het slagveld van Uhud. En we gaan volgende week inshallah ta'ala weer verder. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyana Muhammad.